De komende dagen trekken we het hele land door voor de halve finales van Vakkanjers. Allemaal teams uit heel Nederland komen samen bij het Sint-Jans College in Den Bosch, MBO College Poort in Almere en bij Festo in Delft. Hier presenteren de juniors, scouts en explorers hun idee aan een vakkundige jury. En we gaan dus ook te horen krijgen wie we terug gaan zien op die grote finale op 8 juni. Eén ding is zeker, het wordt ontzettend spannend dus. Kom maar mee! Hallo allemaal, welkom. Jullie zijn aan de slag gegaan met het thema frisse lucht voor leerlingen. Ja, ik ben heel erg benieuwd, want jullie gaan jullie ideeën zo meteen presenteren aan een vakkundige jury. En die gaan uiteindelijk kiezen wie er door mag naar die grote finale. Staat daar Zeeuwse mosselen, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Hey meiden, wat ziet dit er vet uit zeg. Wat is jullie idee? We hebben een warmtewisselaar. Die neemt vieze lucht in zich op, koelt het af en brengt het naar buiten. Tegelijkertijd wordt er ook weer schone lucht in zich opgenomen en wordt door de gaatjes in de airshocks verspreid in het lokaal. Wat hebben we nou eigenlijk mosselen mee te maken? Die doen eigenlijk gewoon precies hetzelfde als een warmtewisselaar. Die nemen koude lucht in zich op en verspreiden weer warme lucht. Nou, dit klinkt als een heel technisch idee, maar hoe zijn jullie erop gekomen? Want zitten jullie op een technische school? Wij doen meer de kant verzorging, maar de techniekklas hebben ons geholpen. Want wij doen het niet als groepje, maar als hele school. Want wij willen als hele school winnen, dus daar helpen ze ons ook bij. Wauw, dat is nog eens samenwerken zeg. Wat is jullie idee precies? Een school dat heel duurzaam is, want wij krijgen zelf ook een nieuwe school. We hebben voor hout gekozen omdat dat stikstof optrekt. We hebben voor mos voor de warmte, zodat het perfecte temperatuur is. We hebben zonnepanelen voor duurzame energie. We hebben klimop omdat dat gewoon heel leuk is en we houden heel veel van planten. Vinden jullie dat jullie door moeten naar die grote finale? Ja. Ja. Ja, sowieso. Roy, waar ga jij zo op letten als jurylid? Als jurylid letten we met name op de uitvoering. Zijn die ideeën heel vernieuwend en goed haalbaar? Ja, dat zie ik het liefst. Ik vind dat heel erg leuk, want dan nemen we die ideeën ook mee naar de praktijk. Dan ben ik wel heel erg benieuwd. Heb jij een idee gezien waarvan je dacht, oeh, had ik die maar bedacht? Ja, ik zie echt wel hele toffe ideeën. Ik heb een klaslokaal gezien met een groen plafond. Een dak dat open kan. Vrachtauto's die op de PV-panelen rijden met accusystemen. Heel erg interessant, dus daar ben ik wel blij door verrast, ja. Naast dat alle vakkanjers hun ideeën aan een vakkundige jury moeten presenteren, gaan ze ook nog een pitchvideo opnemen. Nou, hoe dat nou allemaal gaat, ik heb geen idee, dus laten we gewoon even gaan kijken. Nou, dit is dus zo'n ruimte waar ze dus een video gaan opnemen. Ja, het is een ventilator die de lucht verfrist, schoonmaakt en verkoelt of verwarmt. En wij hebben dus een fotobom bedacht. Die ruikt nog helemaal elektrisch. Stem op ons! Ho, 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 stop ho. Jullie hebben net een pitchvideo opgenomen. Ja? Hoe ging het? Goed? Ja, ging oké. Okay. Ging was een beetje spannend, maar leuk. Ja. Hoe ging dat een beetje in zijn werk? Wat moest je doen? We moesten vertellen waar ons project over gaat. We hebben eigenlijk de presentatie gehouden voor een camera en dat ging helemaal goed. Hé hey, meiden, wat ziet het er hier gezellig uit zeg. Wat is jullie idee? Ons idee is zeg maar om omgekeerde vloerverwarming te maken met een dubbele vloer waar water en koude lucht doorheen stroomt. Verder viel het ons op dat nergens in de school planten stonden. Dus dat moesten we ook zeker in verwerken. En we hebben kleine condenssproeiertjes op het plafond wat je ook hebt in de supermarkt, zodat er frisse lucht komt. Ik zie ook hele mooie oorbellen in jullie oren. Hoe zit dat? Ja. We hebben op het strand stukjes visnet gevonden. En het is heel erg zonde dat er heel veel dieren aan doodgaan. Dus hebben we dat gerecycled in oorbellen. Wauw.
Dit ziet er mooi uit. Hey, wat is het en hoe werkt jullie idee? De lucht wordt eigenlijk van buiten naar binnen gebracht door de motors. En een filter maakt het schoon. En dan door verwarming wordt de lucht lekker warm, dat je niet koude lucht binnen hebt. Hoe ging de samenwerking? Ik vond de samenwerking zelf heel goed gaan, omdat we niet echt meningsverschillen hadden en overal wel hetzelfde over dachten. En ook we elkaar wel veel aanvulden op bepaalde ideeën, waardoor het steeds groter werd. En zijn er nog concurrenten hier vandaag waarvan je denkt, oeh, zij hebben ook echt een heel goed idee? Ja, er zijn ook kinderen en die hebben ook een efficiënter idee die beter werkt. Dus het is wel concurrentie. Wel spannend. Karin, waar bestaat de jury zo al uit en waar letten jullie eigenlijk op? Nou, de jury bestaat uit 3 personen. En het leuke is dat we altijd een jurylid hebben uit het bedrijfsleven. Dus dat is iemand die kijkt van, is zo'n idee haalbaar? Want die heeft daar vaak meer ervaring in. En dan hebben we altijd iemand die ook gewoon naar de techniek kijkt. En hoe is het gemaakt? Wat is de werkwijze? En zelf kijk ik naar de presentatie, want ik vind het ook heel leuk om te zien wat uiteindelijk uit al die ideeën is gekomen. Even tussen onze, heb je een favorietje? Oh ja, nou, er zitten wel meerdere favorieten in. Ik vind vooral als er hele originele creatieve ideeën zijn, echt hè, innovatieve ideeën, dan, ja, dan word ik heel blij als ik dat terugzie. Hey champions! Oh, hi! Hi, hi, hi! Wat hebben jullie voor fantastisch idee bedacht? Wij hebben een luchtreiniger bedacht dat de lucht schoonmaakt door met een luchtfilter dat daar is te zien. Je kan het met de app bedienen en hij kan met zonne-energie. Is de jury al langs geweest? Ja. En hoe ging het? Ja, ging wel goed. Dus jullie gaan de champions worden vandaag of niet? Ja, dat ik hoop het. Ja, hier zijn de tickets. En dit zijn de finalisten van Vakkanjers. Jullie gaan er sowieso terugzien op de grote finale op 8 juni. Gefeliciteerd! Wauw, wat waren dit fantastische halve finales zeg. We gaan heel veel mooie ideeën terugzien bij die grote finale. Doei!